in deze tweede serie zijn op baan 7, ACZ. Op baan 2 zien wij de WVZ. Op baan 6, ZW 44. Op baan 3, Nunen. Op baan 5, HZNPC, Heerenveen. En op baan 4, TZNPC. En we zijn van start en in het water. Op baan 2 is het Nikita Snoeren. Baan 3 Meron Baf. Baan 4 Vrouwke Lukbier. Baan 5 Laura van Etten. Baan 6 Valerie Sakkers. Baan 7 Roos van S. En we gaan naar het keerpunt van de 50 meter. We zien deze PC hiervoor op liggen. Vrouwke Lukbier die hier draait een tijd van 31.05. En we zien Nuren naar achteraan, 32-23. HZPC Heerenveen, derde positie, 32-32. Eerste overname voor deze en PC 1347, naast de PC Heerenveen als tweede in 1592. Ja, in het water voor de schoolslag. Daar zien wij op baan 2 Jade Geurts, op baan 3 Robin Goossens, baan 4 Esmee Wilder, baan 5 Hedwig Bond, baan 6 Paula Spans en op baan 7 Laren Schallenberg. In 1732 is de snelverkeertijd van deze tweede serie gezonden door deze NPC. De achtervolgde nu in 39.93 en daarmee op de hele been van 1413 in derde positie. Ja, maar we kijken in het water en zo te zien is het HZPC Heerenveen toch wel weer een voorsprong met pakken die schoolslag. We gaan naar het keerpunt. Nee, het blijft nu die daar net wat sneller draait. Die onderwaterfase helpt HZPC Heerenveen ook nog wat verder te komen. Maar op de afstand blijft het dus muren. Deze PC gaat hier naar de muur. Er zijn de tikken hier als eerste aan. De overname de tijd van 2.16.71. Nu dus op de tweede plaats 2.18.74. En als derde gekeerd HZPC Heerenveen 2.19.38. In het water de vlinderslag. Die wordt gezongen door Emma Verkuil op baan. Anneloes Peulen, baan 4 Mike Isaac, baan 5 Martin van der Kamp, baan 6 Verenissen en dan baan 7 Maris Kasteel. Ja, en dit keer bij de vlinder blijft het spannend, want het zit echt tussen HZPC Heerenveen. Heerenveen pakt hier net niet de voorsprong weer terug op de tweede positie. 2.49.09 tegen 2.49.11 voor de Muren. Deze PC is voorop met 2.46.64. Meter deze TPC op kop nog steeds in 3.22.09. Heerenveen in de tweede positie weer in 3.23.75. En nu in 3.26.61 in de derde positie. Die volgen dus best wel met een afstandje van de tweede positie. En dan tussen 1 en 2 zit ook nog best wel wat ruimte. En die laatste 100 meter wordt gezongen op baan 2 door dit Heidra. Baan 3 Julie Fransburg, baan 4 Sarah Korthuis, baan 5 Vera de Ribber, baan 7, 6 Caroline van Ribber en op baan 7 Carmen Lenz. Sarah Korthuis voor de DZN-PC zwemt de laatste meters.
heeft best een afstand opgebouwd hoor, de DZNPC ten opzichte van de andere teams in deze estafette. Vrije slag van Sarah Korthuis, een grote verschil nog even ten opzichte van Heerenveen. En Korthuis komt dan bij de nummer 4-18-17. Ja, ook die afstand tussen Heerenveen en Nuenen is gegroeid. Heerenveen tikt hier als tweede aan, 4-24-22. En de derde plaats gaat naar Nuenen, 4-26-71. WVZ net eerder als vierde, 4-26-72. Het zijn kleine verschillen daarvoor, van een seconde maakt het soms maar uit. En we zien dat de uitslag van de tweede serie ook officieel is. En daarmee gaan we verder naar het laatste